gaan we naar een knutseltje doen met Simon Club. Wij gaan vandaag een super cute pen maken. Dus, je moet natuurlijk wel een pen hebben, want dan gaat het niet gaan. Het enige wat je wel moet doen, je moet deze eruit halen. En verder zijn dit de kleurtjes die ik ga gebruiken. Maar jullie kunnen het ook in andere kleurtjes doen. En dit is ook nog Fimo-mes. Als je dat hebt, is het heel handig. Maar als je het niet hebt, dan kun je gewoon een gewoon mes gebruiken. Kom, dan beginnen we eraan. Fimo-klei moet je altijd eerst kneden. En daarna kan je er dan mee werken. Dan beginnen we eraan. Zoals jullie kunnen zien, heb ik twee lange slierten gemaakt. Mag niet te dik zijn, moet wel een klein beetje dun eigenlijk zijn. Neem nu je pen en rol er de sliertjes rond. Aan het einde komt, snij je het de rest eraf. Voilà. En nu nog iets leuks van boven op de pen. Neem nu een groot en een klein stuk van je kleur. Van het kleinste bolletje maak je een worstje en dan snijd je het. Snijd het evenveel. Nee, opzij, opzij. Zo weet je dat de oortjes even groot zijn. En hier rollen wij hier twee bolletjes van. Dit zijn twee oortjes en dit is het hoofdje. Zet nu het hoofdje op je pen en probeer hem niet plat te duwen. Wel een klein beetje moeilijk. Snij nu van je restjes een stukje af. Snijd hem twee. En rol ze allebei tot een bolletje. Leg nu het roos bolletje op het zwart bolletje en dan duw je het klemtje plat. Dan rol je nog een klein beetje. Oortjes klaar om op je perenhoofdje te leggen. Zo,
Mijn oortjes zijn al klaar. Nu zijn snoertje nog. Neem een klein stukje wit en dan rol je het tot een bolletje. Leg hem nu een klein beetje plat. Leg hem nu op je beertje. Neem nu een mini stukje en dan snij je het door. Rol nu in twee balletjes van. Voor zijn ogen. Plaats het bolletje, het oogje, aan de zijkant van het neus. En druk ze een beetje aan. Met een heel dun bolletje en een sliertje. Dan kan je neus maken en de mond. Oké, nu nog twee kleine bolletjes voor zijn pupillen. Nu moet onze beerpen alleen nog in de oven. En mijn pen is uit de oven. Nu nog alleen deze erin doen. En beginnen schrijven maar.